Ja, die arme mevrouw Omtzigt. Ja, die zit ook elke avond in spanning natuurlijk. Ja, komt haar twijfelende Pieter, komt hij wel of niet thuis? Ja, want daar twijfelt onze Pieter, de grote twijfelaar. Die twijfelt daar zelf ook aan. Ja, zal ik wel of niet naar huis gaan? Ja, ja, en nou is hij in de formatie. Is de Pieter weer aan het twijfelen. Omtzigt, die zorgt weer voor een enorme puinhoop en een chaos en een verwarring. Van heb ik jou daar? Ja, want ja, ze vertrouwen elkaar niet. Nee, want dan gingen ze bij elkaar zitten, geheime locatie met z'n vieren. En daarna, hup, ging de Wilders, die ging twitteren. Ja, die zei van, hey, we moeten eruit komen met deze partijen, want de kiezer heeft, die wil dit. En laten we dat nou doen. En dat is het beste ook voor Nederland. Nou, en dat werd geliked door de Dylan. Die zei, ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En de BBB, die zei ook van de Caroline, zo staan wij er ook in. Alleen, ja, de Pieter Omtzigt, nee, die ging dat niet liken. Nee, en die ging nu weer op een holletje naar Plasterk. En die ging dan weer zitten wauwelen en babbelen. En kwam toen weer terug met iedereen in spanning. Latend van, nee, we gaan verder praten. Ach, vrienden. Kijk, misschien dat het nu nog allemaal maar doorgaat. En dat het misschien nog allemaal net op zijn pootjes terechtkomt. Ja, want dit is het. Die formatie, dat is gewoon een kat die van 10 hoog naar beneden komt. En dan, misschien komt het allemaal nog op zijn pootjes terecht. Maar dan in de toekomst, over een paar maanden of over een half jaar, dan klapt het toch. Ze mogen elkaar niet.